Radio. Een paar weken geleden ongeveer, toen werd ik ineens aangenaam verrast door een reclamefilmpje. Een promo van GroenLinks. Een enorm plan. Dat werd ingesproken door Michiel. Wie? Veenstra, inderdaad, van 3FM. En ik, wat gebeurt hier nou? En ik was er al een beetje mee begonnen met het programma en zo. Denk ik, dit is fantastisch. En hoe gaat dat clipje dan? Het is een beetje beroerde kwaliteit, maar je kan het heel erg goed horen. De clip ging als volgt. In Nederland hebben we molens, al eeuwenlang. We gebruikten molens voor echt van alles en nog wat. Ja. Zagen, polders droogmalen en olie of meel maken. Dat is heel handig, want een molen draait op wind. En ja. Wind is gratis. En nog schoon ook. Yep. Maar sinds een tijdje gebruiken we vooral gas, olie en kolen als energiebron. Oh. Voor vervoer, verwarming en elektriciteit bijvoorbeeld. Deze energiebronnen hebben grote nadelen. Ze zorgen voor de uitstoot van CO2 en veranderen ons klimaat daarmee. Nou. Trouwens, onze olie, gas en kolen raken ook op. Ja. En daardoor worden we steeds afhankelijker van onberekenbare landen als Rusland. We moeten van die enorme CO2-uitstoot af. We moeten af van onze olieverslaving. Ja. Dit is Nederland. Met z'n allen wekken we bijna 2,5% van de energie op met behulp van wind en zon. En daarmee staan we, tadaa, onder in de lijst van Europese landen. Jongen. Oké, Luxemburg en Malta doen het nog slechter dan wij, maar alle andere Europeanen doen het beter dan wij. De Fransen, de Duitsers, de Denen, de Spanjaarden, de Oostenrijkers, noem maar op. Ooit van een ander. Ja. Nederland doet het echt bedroevend slecht. Maar blijkbaar vindt het kabinet dat niet erg. En dat terwijl we in Europa hebben afgesproken dat we voor het jaar 2020 20% van onze energie duurzaam moeten opwekken. Hallo, waar wachten we nog op? Als de rest het kan, waarom wij dan niet? Ja! Maar tot nu toe wordt er vooral gepraat over kolencentrales en zelfs over kerncentrales. Nee. Onveilig. Waarom doen we die gewoon in één keer goed? Yeah. Waarom niet snel, schoon, duurzaam en veilig? Want het kan. De technische mogelijkheden zijn er al. Het komt nu gewoon alleen nog maar aan op politieke wil. Juist. Het weer kunnen we niet sturen, maar we kunnen er wel gebruik van maken. Dus dit is ons voorstel. De windmolens in de Noordzee, de zonnepanelen in Spanje en Portugal, waterkrachtcentrales in Zweden en Noorwegen, duurzame biomassa in Midden-Europa en dan al die centrales aangesloten op één groot Europees netwerk. Hey. Als alle Europese landen investeren in duurzame energie, dan zijn olie en kolen niet meer nodig. Als we willen, kunnen we voor 100% draaien op nieuwe energie. En dat is wat GroenLinks in Europa voor ogen heeft. Laten we geld stoppen in echte oplossingen die lang houdbaar zijn. Nieuwe energie is schoon en duurzaam. En al die nieuwe ontwikkelingen leveren ook nog eens miljoenen banen op. Juist! GroenLinks kiest voor een sterk en gezond Europa. Met de wind in de rug. Zo houden we Nederland, Europa en het klimaat draaiende. Nou breng ik mijn klomp. Daar ben ik al mee bezig en zo. En dit lijkt me een hartstikke goed plan. Dat is een beetje het beste plan wat ik uit de politiek gehoord heb tot nu toe. En ik, daar moet ik meer van weten. Ik denk, weet je wat? Wie heeft dat allemaal? Wie gaat er allemaal over? Daar gaat Katelijn een buitenweg over. En Katelijn heb ik aan de lijn. Katelijn, een hele goede avond. Goedenavond. Ja. Ja, nee, ik ben bloedfanatiek. Ik moet ook een beetje temperen misschien. Maar het gaat me aan het hart, Katelijn. En dat is niet meer dan logisch. Want ik moet dit gaan verkopen later aan mijn zoon. En als mijn zoon aan mij vraagt van papa, er waren er allemaal duurzame mogelijkheden. Ik zeg ja jongen, waarom heb je dat niet gedaan? Nou, omdat het te duur was, mijn schatje. Hij lacht me vierkant uit. En is hij 18 en groot, hij rost me de kamer uit, echt waar. Nou, bovendien is het ook niet eens allemaal zo vreselijk duur. Want we gaan ondertussen nu wel allemaal investeringen doen in bijvoorbeeld die kolencentrales. Ja. Met CO2 opslag. Ja. Dat is natuurlijk van de zotte. We gaan dus eerst grote vervuilende centrales neerzetten. Dan gaan we alles wat we uitstoten opvangen, onder de grond brengen. En dat zou dan wel heel veel geld mogen kosten. Maar bijvoorbeeld een duurzame oplossing als zonne-energie of wind niet. Dat is inderdaad gewoon uiteindelijk gewoon een eigen keuze. Ja. En heeft niks met geld te maken. Oké, nou, Katelijn, we zitten helemaal op hetzelfde spoor. Fijn zo. Maar goed, we gaan even terug naar het plan. Het plan wat jullie hebben voorgelegd is een soort supergrid. Ja. Waar iedereen aan elkaar gekoppeld is op basis van duurzame... Oh. Hernieuwbare energie. En dat we elkaar een beetje opvangen en elkaar helpen, want we zijn er met z'n allen voor elkaar.
Ja, je gaat dus inderdaad overal in Europa gaan kijken van wat daar de meest zinnige duurzame energie is om te gaan produceren. Ja. Nou, dat kan natuurlijk windenergie zijn bij ons. Dat kan ook al deels zonne-energie zijn. Maar zonne-energie kan je ook heel goed natuurlijk uit het zuiden halen van Europa. Ja. Zelfs Noord-Afrika. Je kan biomassa halen, bijvoorbeeld uit Midden-Europa. Je kan denken aan waterkrachtcentrales in Scandinavië. Ja. Dus je zal al die... je moet kijken van wat is nou de beste vorm van duurzame energieopwekking in dat gebied. Nou, en dan koppel je al die energiebronnen aan elkaar, omdat je natuurlijk wel een permanente stroom van informatie wil. Want je wil natuurlijk niet, vanuit de wind even het niet doet, dat je dan zonder energie zit. Dus met zo'n heel groot permanent aan elkaar gekoppeld energiebron, moet Europa heel ver komen. Ja, goed plan. Maar, nu de uitvoering. Hoe gaan we dit doen? Nou, er zijn wel, het is niet alleen GroenLinks, er zijn wel meer mensen die ook erover eens zijn dat dit een heel erg goed plan is. En het is eerlijk gezegd gewoon een kwestie van politieke moed. Je moet nu gewoon grote veranderingen in gaan zetten, ook onze economie weer aan de praat te krijgen. Ja. We zullen ook banen moeten gaan scheppen. Ja. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen dat je die banensector gaat bevorderen, zeg maar, die nog steeds, ja, wat gewoon de bestaande economie is. Dan hou je een beetje alles bij het oude, dan ga je papa nat houden. En over een paar jaar hebben we dan de banen gered die we nu ook al hadden. Ja. Of je gaat zeggen, ja, ik wil nu een nieuwe richting inslaan en ik ga investeren in die duurzame energie. Door mijn klomp brak werkelijk toen ik CDA-fractievoorzitter Van Geel hoorde zeggen van, nou weet je, nu met die duurzame, of nu met die crisis, we moeten maar even wat investeringen in duurzame energie op de lange baan schuiven. Sorry! Ja, dit is toch van de zot. Dit kan hij niet menen. Ik moet het nog gaan checken. Maar ik heb het hem horen zeggen. Ik hoop dat hij nog zegt later dat het een foutje was. Want en je moet die duurzame energie echt nu gaan regelen. Want anders is de rekening over flink aantal jaren ook een stuk hoger. Ja. Want ook die klimaatveranderingen. Nou, die rekening bij jouw zoon, die komt er echt te liggen. Maar bovendien levert het nu natuurlijk ook banen op om allerlei, ja, gewoon te gaan investeren in een duurzame economie. Oké. Katlijna, hartstikke goed. Ik heb wel één dingetje. Ik ben een beetje bang met dit plan. Ik ben namelijk een enorm, moet je goed weten, ik ben een enorm voorstander voor decentrale energieopwekking. Dat gebeurt hier ook deels mee natuurlijk, maar waar ik een beetje bang voor ben, is dat de baasjes van nu, zeg maar, die alle kerncentrales, bruinkoolcentrales, steenkoolcentrales hebben, zich zeggen van oké, dan gaan we massaal over naar duurzaam, maar dan blijft het nog steeds van ons. En dat wil ik eigenlijk niet. Nou, het zijn niet dezelfde mensen die dat in handen hebben. Dat zie je dus heel nadrukkelijk ook bij de kolencentrales. Ja. De kolencentrales die gebouwd worden, die schaden eerlijk gezegd nu ook de bouw van windenergie. Want kolencentrales, die kan je niet zomaar aan- en uitzetten. En windmolens kan je wel. Ze moeten allemaal nu op het huidige Nederlandse energienetwerk. Ja. En wat er dus gebeurt als het dan een kwestie is van overbelasting, dan laten we de kolencentrales loeien. En dan gaan we de windenergie actief uitzetten. Dat is op dit moment het geval. Dus je ziet dat er eigenlijk een strijd gaande is tussen de meest vervuilende sectoren en dan de schonere sectoren. En je ziet dat die vervuilende sectoren gewoon toch de regering in hun zak hebben. Die worden in feite beschermd. Het gaat veranderen. Katelijne, dit gaat veranderen. Echt waar, bring it on. Maar met liefde. Ja, met liefde. Met behulp van mensen natuurlijk. Dus het is goed dat je dat soort dingen doet om mensen bewust te maken. Echt waar. Aan de andere kant van de lijn heb ik ook, ik zou hem niet bijna vergeten, Peter Segaar. Peter, een hele goede avond. Hallo. Je bent mijn hulp en toeverlaat over, als ik een vraag heb over iets, dan weet je er echt verschrikkelijk veel van. Je hebt het verhaal, heb je het kunnen horen van Katelijne? Ja, ik heb het gehoord. Heb jij nog kanttekeningen waarvan je denkt, nou let ook hierop of hier maak je een misrekening?